betalen naar gebruik roepen in een debat over vervoersarmoede. Terwijl het juist TNO is die in dit rapport schetst dat rekeningrijden vervoersarmoede in de hand werkt. Hoe kan D66 dan vol blijven houden dat ze voorstander is van betalen naar gebruik als dat juist vervoersarmoede in de hand werkt? Heer Van Bingen. Nou, kijk, volgens mij wordt hier juist aangegeven dat wij ervoor moeten zorgen, nu dat er een energietransitie komt, dat iedereen daarin mee kan. En we zien dus dat de maatregelen die onlangs genomen zijn, en ik heb er één in ieder geval ook genoemd, dat die juist in het voordeel zijn van niet de lagere inkomen. En daar moeten we wat mee doen. En daar komen we ook met voorstellen over. En onder andere wat we al eerder hebben gezegd, bijvoorbeeld de minimumloon, dat wij graag zouden willen verhogen. Nou, dat is nou een voorstel dat echt ten behoeve van deze doelgroep komt. En dat is een van de maatregelen. En de andere maatregel is natuurlijk betalen naar gebruik. Wat veel rechtvaardiger is op het moment dat je dus meer gebruik maakt van de auto, dat je dus op die manier dus ook betaalt naar het gebruik wat je doet. Voorzitter, dit is natuurlijk gekletst. Het is meneer Bamenga die hier staat om een debat aan te vragen over vervoersarmoede. Dat doen we met alle plezier. Het is natuurlijk erg wat er gebeurt. En dan blijft D66 volhouden, voorzitter, dat die betalen naar gebruik wil invoeren. Sterker nog, ze hebben het in het herstel- en veerkrachtplan laten opnemen dat deze Kamer ook geen mogelijkheid meer heeft om eraf te zien, omdat het ons ontzettend veel geld gaat kosten. Dus niet alleen regeert D66 over haar graf, nee, ook wil D66 dus door betalen naar gebruik in te voeren ook mensen nog veel verder de armoede jagen. Want dat is wat er gebeurt als die plannen van D66 werkelijkheid worden, voorzitter. De heer Bamenga. Nou ja, ik weet niet over welke plannen de heer Heuting het hierover heeft, maar dat zijn niet de plannen van D66. De plannen van D66 die zijn eerlijk, die zijn rechtvaardig en die zorgen er juist voor dat juist deze mensen uiteindelijk gebruik kunnen maken van vervoer. Want dat is wat er gaande is. Deze mensen kunnen niet met z'n allen gebruik maken van vervoer, waar iedereen eigenlijk gebruik van zou kunnen maken. En wij proberen dat juist te verbeteren.